verhalen vertellen, dat doet de mens dus al vanaf de oertijd. Nou, dan kun je je afvragen, waarom is dat zo? Waarom is dat? Dat blijkbaar is dat heeft dat een dusdanig belang in onze ontwikkeling gehad, zelfs evolutionair. Wat zijn de codes daarin? Dat heb ik altijd al heel interessant gevonden. En waar moet een verhaal aan voldoen om überhaupt een verhaal te zijn? Nou, een kleine tip van de sluier. Het belangrijkste daarin om echt daadwerkelijk beklijvend te zijn, is emotie. Het mooie van wat ik doe is natuurlijk dat er heel veel beeldmateriaal is. Er zijn heel veel films die heel goed te gebruiken zijn in dat wat ik vertel. Als ik het heb over leidinggeven, dan kan ik of uit mijn eigen werk of uit andere films kan ik voorbeelden laten zien die het heel duidelijk maken. Dat maakt het ook heel prettig om naar te kijken natuurlijk. Nou, bij verhalen vertellen al helemaal. Als ik iets wil vertellen over verhalen, dan kan ik gewoon het beste laten zien. Film is, dat is zo'n interessante microcosmos. Je hebt de inhoudelijke kant, weet je, het schrijven, het verhalen vertellen, maar je hebt ook die hele financiering en dat is allemaal heel belangrijk, want film is duur. Dus daar valt heel veel over te vertellen. Ik ben Martin Koolhoven, ik ben filmmaker en ik probeer aan de hand van filmfragmenten en mijn eigen ervaringen als filmmaker te zorgen dat mensen het maximale uit zichzelf halen, het maximale uit de mensen waar ze mee samenwerking halen en leren hoe ze een verhaal moeten vertellen.